Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien loop ik nu door de gang. En het is echt super rustig op stal. Want ze hebben hier buiten een soort evenement. Of ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Ik kom hier niet echt zelf uit de buurt. Maar dit is dus schijnbaar iets dat je... Ze noemen het volgens mij varend corso. Maar dan ga je allemaal je bootje versieren met allemaal mooie bloemen. En dan ga je dus langs het water, zeg maar, varen. En dan alle mensen... Of nou, je vaart in het water en alle mensen zitten naast het water. Om dus te kijken naar alle bootjes. En dat is nu dus echt volop gaande. En daarom is de stal gewoon helemaal leeg. Maar ik ga gewoon op wedstrijd vandaag. Dus ja, we mochten wel doorrijden. In principe is de weg helemaal afgesloten. Maar je mag dus wel doorrijden als je naar deze manege moet. Dat hebben ze afgesproken. En ik mag er dus zo meteen ook af met de trailer. Maar het was een heel gedoe van verkeersregelaars, bla bla. Maar het is gelukt. Dus ik sta nu naast G-Lime. En daar staat Ariane. En ik ga vandaag weer op wedstrijd. En waarom gaat G-Lime altijd plassen als ik aan het vloggen ben? Waarom, G? Waarom? Ze is me echt aan te kijken van bitch uit mond. Maar goed, in ieder geval, ik ga G-Lime nog eventjes wassen. Ariane heb ik gisteren al gewassen. Maar ik was nog niet aan toegekomen om G-Lime te wassen. Dus ga ik even de voeten en de staart doen. Want zij is over het algemeen vrij schoon. En Ariane is wat viezer, dus die heb ik gisteren helemaal gewassen. Dus daar ga ik mee beginnen. En ik bedenk me nu dat ik helemaal vergeten ben de halsters mee te nemen. Die heb wel mijn poeskoffer. Maar mijn halsters ben ik vergeten te pakken. Dus die ga ik even pakken. Ik ben Chila nu even aan het poetsen. En kijk hoe schattig ze is. Oeh, echt een cutie. Nu ga ik eventjes haar manen. Even fixen. Zoals ik altijd doe. Ik ga namelijk weer even staartjes maken bij Chila in de manen. Want nu vind ik het gewoon te chaotisch, laat ik het zo zeggen. Dus daar ga ik snel aan beginnen. En verder is ze gelukkig nog wel schoon. Ik heb gewoon even een harde borstel overheen gehaald. En ze ziet er eigenlijk wel heel goed uit. De voeten zijn ook weer mooi. De staart is nu aan het drogen. Die ga ik zo meteen invlechten. En dan is zij er klaar voor. Dan hoef ik alleen nog maar Ariane even te poetsen. Lekker, Arie. Al die haartjes eraf. Ja. Ariane staat al in de trailer en nu gaan we G-Lime inladen. Ik had haar eventjes op stal gezet om Ariane te poetsen. Die is nu ook helemaal klaar, dus die heb ik al ingeladen. En nu G-Lime! Kom maar, meisje!
Ik sta nu bij de trailer en ik heb Ariane net gereden. Ariane staat daar. En ja, het ging best wel prima eigenlijk. Ik had één balkje. Omdat ze denk ik iets te dicht kwam op de hindernis met het slootje onder hindernis 5 was dat, na de driesprong. Maar verder was het eigenlijk wel een prima rondje. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ze sprong eigenlijk wel goed. Mijn afstanden waren heel goed, denk ik. Nou, alleen dan een tandje te dicht op die met het water, waardoor ze een foutje had. De jury had trouwens mijn balk niet gezien. Dat hoorde ik toen ik de ring uitging. Maar toen ik dus echt de bak uitliep, toen zag ik iemand van de parcours hulpen, zeg maar, die balk erop leggen. Dus hij was al degelijk gevallen. Maar ik reed HC, dus ik rijd sowieso niet voor de prijzen. Oh ja, ik kreeg heel veel vragen bij mijn laatste wedstrijdvlog wat HC betekent. Omdat ik misschien toch wat nieuwe kijkers heb die nog niet hebben meegekregen dat ik dit heb uitgelegd. Maar dat betekent dus dat je buiten mededinging meedoet. Dus ik rijd niet voor de prijzen met Ariane. Omdat ik Ariane start in het M en ik al ZZ met haar heb gereden en ik dus officieel niet uit mag komen in het M. Dus de mensen die daar een vraag naar hadden, ik had ook gereageerd onder comments, maar dan horen jullie het nu nog een keer. Maar ze had dus één foutje en verder was ze eigenlijk al prima. Dus ik ga nu het G-Lime ga ik klaarmaken. Dan ga ik wachten tot ik parcours kan lopen. En dan doe ik het hoofdstel in als ik parcours heb gelopen. Dus we halen er even uit. Even opzalen en dan weer terug erin. Want ik heb er 17 voor, maar ze gingen best wel snel. Met Ariane had ik ook niet heel veel tijd om in te rijden. Dus dat is de planning, dat gaan we doen. Ik ga het G-Lime klaarmaken en dan ga ik met haar een rondje Z rijden. Jullie hebben mijn parcours kunnen zien van G-Lime. En toen ik echt de ring uitkwam, het eerste wat ik dacht van... Wow, dit ging echt zo makkelijk. Het voelde echt gewoon makkelijk. Ik heb er gewoon geen ander woord voor. Ze was niet sterk, ze was heel fijn te rijden. Alles volgde, alle afstanden klopten. Ze sprong heel goed. Ze gaat de laatste tijd echt met veel techniek springen. En het was gewoon zo'n fijn parcours. Zo'n fijn gevoel gewoon. Ik ben echt gewoon super blij. Ik heb er gewoon niks over te zeggen. Ik weet niet of ik een prijsje heb. Ik heb wel gekozen om buitenom te rijden van 8 naar 9. Dat Ariane reed binnendoor met G-Lime buitenlangs. Omdat zij soms wel wat sterker kan zijn. En ze is natuurlijk vrij groot. Maar ja, vandaag is dat dus niet het geval. Maar ik had alsnog buitenom gereden. Dus daardoor had ik wel een wat langzamere tijd. Hallo G-Lime. En weet ik dus niet of ik een prijsje heb. Maar dat zien we zo meteen wel. Maar ik ben nu al echt super, super, super tevreden. En ik ben echt super trots op haar. Oeh, je bent zo knoppen. Ik ben jij. Ja. Ja. Ja, je schatje. Ja, je schatje. Oké, okay, dan gaan we gaan er vandoor. Ik kan er even een beetje stappen en dan ga ik er lekker de trailer zetten. We zitten ondertussen weer in de auto naar huis. Nou ja, naar huis, naar stal. En we hadden even gewacht op de prijsuitreiking omdat ik echt geen idee had hoeveel stik zou zijn. En we hadden dus best wel wat combinaties nog gekeken en er waren er echt oprecht heel weinig foutloos. Maar uiteindelijk ben ik alsnog 12e geworden en er waren 9 prijzen, dus weer net buiten de prijzen, net als bijna elke keer als G-Lime foutloos is. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben echt super blij met hoe ze heeft gesprongen en ze gaat echt elke keer weer met stappen vooruit. Dus dat is echt super.
En we zijn nu dus onderweg naar huis. Het is iets meer dan een uur rijden. En de navigatie geeft aan dat we 7:45 aankomen op stal. Nou, waarschijnlijk doen we er iets langer over met de trailer. Dus ongeveer 10:00 zullen we op stal zijn. Het is wel lekker laat, maar het was echt super lekker weer vandaag. Dus ik kon net ook gewoon in ons t-shirtje buiten zitten en kijken naar de paarden. En het is eigenlijk gewoon een hele lekkere dag. En ik ben eigenlijk heel tevreden hoe het ging. Dus ik ben super blij. Ik heb weer een mega black photo effect op deze manier. Maar ik sta letterlijk buiten. Heb ik hier zo een paar lampjes. Maar achter de stal is het licht al uit. En ik ga het niet aandoen om mijn vlog af te sluiten. Want, I mean, de paarden zitten misschien ook in een routine. En misschien vanaf een bepaalde tijd gaat het licht uit. Dan ga ik niet in één keer het licht aandoen. Maar we hebben dus de paarden op stal gezet. En je kan er echt helemaal niks van zien. Dus ik kan het wel filmen, maar je ziet letterlijk helemaal niks. Dus dat ga ik niet eens proberen. Maar ik ben eens op stal. Ik ga zo meteen nog even voer aan ze geven. En ja, dan was dit de dag. Ik ben dus zo blij met hoe G-Lime sprong. Ik wil nog even kort toelichten dat ik heel enthousiast ben over hoe G-Lime springt. En misschien minder enthousiast over Ariane. En dat is echt niet omdat Ariane minder talent heeft of zo. Maar het lukt gewoon de laatste tijd wat beter met G-Lime. En Ariane springt prima, maar het is gewoon een moeilijk paard, heb ik al eerder gezegd. Daar moet je echt aan blijven rijden. En met Gila maakt niet uit hoe ik me voel, hoe het gaat, hoe ik rij. Dat paard dat gaat gewoon. En niet dat het daardoor makkelijk is, want het is nooit makkelijk om een zetparcours te rijden. Alleen omdat zij zo fijn is, voelt het voor mij nu gewoon makkelijk om rond te komen. En dat is gewoon zo'n fijn gevoel. Dus daar ben ik echt super blij mee. En Gila is echt mijn vriendinnetje. Dat is vanaf het begin al geweest. Ik heb gewoon een hele goede band met haar. Ook met Ariane, maar dat heeft ook gewoon, met Ariane heeft dat meer moeten groeien. En met G-Lime had ik vanaf dag 1 een super goede klik. En het is gewoon heel leuk dat het in de sport natuurlijk ook lukt. En daar ben ik gewoon heel blij om. En ja, ze is nu al in een maand tijd, was ze 2 keer foutloos in het set. Nou, een maand tijd, in 2 weken tijd, 3 weken tijd. Dus dat is echt super en daar ben ik gewoon heel blij mee. Dit was mijn laatste wedstrijd voor mijn vakantie. Dus ook heel lekker om het zo af te sluiten. En ja, ik ben gewoon super blij over deze dag. Ik ben super blij met beide paarden, ook met Ariane. Maar ik ben vooral vandaag heel blij met G-Lime. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier beneden op de rode knop te drukken. En zie ik je graag bij een nieuwe video. Doei!